Goedemorgen. Meneer de Gier. Oh, nee. Ik moet even met u praten. Alweer? Kan ik even binnenkomen? Nee, het begint langzaam aan spuugzat te worden. Gelijk geen zeik in mijn kop. Ik had nog geen koffie gehad, ik had nog geen ontbijt gehad, ik had nog geen krant gezien. Ik had nog geen onderbroek aan. Ja, rustig maar, situatie is duidelijk. He? Ga even zitten, neem een kopje koffie. Allemaal veel te warm voor die onzin. Er woont een of andere gek bij mij in de buurt. Die heeft ontdekt dat ik bij de politie werk en nu staat hij onder havenklap bij mij voor de deur met weer een of ander spookverhaal. Ja, Rinus, politie is er voor iedereen. Hè? Ook voor de buren. En weet jij waar dat Grosse Nipper dossier ligt? Wat? Grosse Nipper. Grosse Nipper? Dat jij toch? Ja. Is kwijt, maar de officier moet het hebben. Mooi klusje voor cadeau zo. Meneer de Gier. Oh, nee. Meneer, komt u binnen. Hè? Nee, gaat u zitten. Nee. Kopje koffie? Alsjeblieft. U kent Brigadier de Gier? Ja, nee. Ja, nee? Maakt het uit, hè? Zeg het eens, wat kunnen wij voor u doen? Men probeert mij dus vermoorden, hè? Zo. Hoor je dat, Rinus? Dat klinkt ernstig. Ja, nou ja, dat is het dan ook, hè? Ja. Er is dus een aanslag op me gepleegd. Ja. Ik heb dus het idee dat mijn huis in de gaten gehouden wordt, hè? En er zit dus een kogelgat in de muur. En dat zat er gisteren nog niet. Er zit een kogelgat in mijn muur en er zit een kogel in mijn raam. Ja. En zou ik even van het toilet gebruik mogen maken? De spanning, begrijpt u? Tuurlijk. Dat is hier op het einde van de gang en dan links. En dan komen wij zo met u mee. Die lul die is hartstikke gestoord. Ja, dan maak ik eens een dagje lachen. Het is veel te warm om serieus werk te gaan doen. Hey. Oh. Oh, oh, meneer, oh, 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 u moet hier linksaf op het einde van de gang. He? Einde van de gang. Als we dit serieus nemen, dan raak ik hem niet meer kwijt. En wie zegt dat ik dit serieus neem? He? Kom op, ik kan cadeaus naar het dossier spitten. Kijk, ziet u? U zat er gisteravond nog niet. Maar ik stond in de kamer en ik hoor een knal. Ja, ja, en daar is het dus ook een gat. Nou ja, ze hebben van buiten naar binnen geschoten, hè? Vanaf de straat. Ja, op mij dus. Het kan natuurlijk ook een ongelukje geweest zijn. Pardon, een ongelukje. Ik stond hier, kijk, ze hebben gericht op me geschoten, kijk dan, op mijn hoofd geschoten. Kijk dan. Woont u hier alleen? Ik ben getrouwd, mijn vrouw is naar de werkers.
Straks gebeurt er iets als ze thuis is. Dus u was alleen toen het gebeurde? Ja. Maar ze weet er wel van, hoor. Is er iemand die u kwaad zou willen doen, die boos op u is? Boos op mij? Nee. Verder gebeuren er ook nooit gekke dingen. Nee. En nu? TR. TR? Technische recherche. Die kan me alles onderzoeken. Prima. Dus ik hoor nog van u. Van hem? Ja. Prima. Ik hoop dat het een beetje snel kan. Ja. Die man is gestoord. Oh, hij is anders. Ja, daar zaten we al een kogel gehad. Ja. Misschien zat het er al heel lang. Misschien heeft hij het zelf wel gedaan. Ja. Hé, hey, kleine krullenbol van me. Heren, goedemorgen. Ik heb waar jullie om gevraagd hebben... Ah, grosse nipper. Nee, dat heb ik nog niet. Walter Steeman even nagetrokken. Die man komt nergens voor. Ja, in het bevolkingsregister, maar... Wat snapt het een gesticht? Ook niet. En zijn vrouw? Ja, hetzelfde. Niet zo bekend. Weet je wat? We wachten gewoon even af wat de TR te melden heeft. Het kan van alles zijn. Burenruzie, een paar opgeschoten jongeren. Hele domme boef. Oeps, schiet op het raam. Hier. Ja, dat kan. Ja, alles kan. Cadeau zo. Kom eens bij de baas. Grosse nipper. Er zit iemand voor jullie in verhoor 2. Nee, Hetty, nu even niet. Ah, druk, druk, druk. Hè? Concentratie en het is warm. Ja, het is hartstikke warm. Weet je wat? Blijf maar lekker zitten. Hè? Ga ik even langs verhoor 2. Ben je op kopje koffie? Ja, is op ons heet. Ja, ze hadden op zijn minst een trouwkostuum hebben aangehad of zo, met zo'n netje erop. Ik ben Frederik Steeman. Ik geloof dat jullie mijn man gesproken hebben. Walter. Walter Steeman is uw man? Ja. Waarom? Waarom hij mijn man is? Ja. Nee. 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 Hij zei dat u op uw werk was. Waarom bent u dan nu hier? Dat lijkt me duidelijk. Er is op mijn man en mij geschoten. We begrepen van Walter dat u het nu wel serieus neemt. Ja, natuurlijk. We nemen het wel serieus, alleen... wij begrijpen maar niet waarom nou juist uw man wordt beschoten. Misschien kan ik er een antwoord op geven. Het vergt alleen wel enige discretie. U heeft geluk. Want u treft de twee meest discrete rechercheurs van het hele korps. Ik kwam een tijdje geleden een man tegen. Een feestje. En u keek elkaar aan en u was meteen verliefd. Nee. Zeker niet. Het was geen liefde. Het was gewoon lust. Het was sterker dan onszelf. Het was geweldig. Maar genoeg voor één keer. Ik heb geen behoefte aan een affaire. En wat heeft dat met die kogelgaten te maken? Deze man, Geime, is nogal... gepassioneerd. Hij komt uit Zuid-Amerika. Hij heeft een opvliegend karakter, ja. Hij was hier gestationeerd door zijn bedrijf. Hij kon mij maar niet met rust laten. Hij bleef hem maar achtervolgen, zocht steeds contact. En u had geen zin meer? U wilde niet meer? Natuurlijk niet. Ik wil Walter niet kwijt. Dat heb ik ruim vorige week maar eens definitief duidelijk gemaakt. Hij was des duivels. En u acht hem in staat om uw huis te beschieten? Oh, absoluut. Ja, misschien niet direct om ook echt iemand te raken.
Maar wel om zo goed op mij af te reageren. Nou, dan moeten we die meneer maar eens wat vragen gaan stellen. Discreet. Het zal moeilijk gaan. Hij is vanochtend naar Zuid-Amerika vertrokken. Teruggeroepen door zijn bedrijf. En ik vermoed dat met zijn vertrek ook de problemen zijn verdwenen. Oh, dan moet dat alleen nog even worden gecheckt en dan... Uiteraard. Ik heb zijn naam en zijn vluchtnummer genoteerd. Ik heb hier geen spijt van. Het kan ons allemaal overkomen. Maar ik ben wel blij dat Gaar weer weg is. Ik hou van mijn man. Ja, ik noem het gewoon brutaal. Ik vond het wel mooi zoals ze dat zei. Het was geen liefde, het was gewoon lust. Het was sterker dan ons. Schijn het eruit, man. Ze wilde gewoon iets wilders dan die Walter. Jij hebt geen gevoel voor romantiek. Ik ben een realist. Ik ga nou weer aan het werk. Een heleboel dingen navragen. Cardozo! Ja? Meneer de Gier? Meneer Steeman, bent u al vermoord? Nee, nou ja, nee, bijna. Kan ik even binnenkomen? Ze hebben geprobeerd me dood te rijden. Ik heb zojuist het ziekenhuis gekneusde arm. Kom binnen, ik kleed me even aan. Mijn vrouw wordt nog geopereerd. Mijn man is het niet haalt. Frederik is net terug uit de operatiekamer. Ze kunnen nog niet veel zeggen, maar de schedelbasisfractuur. Nog wat dingen, niet best in ieder geval. En de vluchtgegevens van die Gaarmen zijn gecheckt. Hij zat inderdaad in dat vliegtuig en hij is inmiddels in Rio aangekomen. Ik snap het niet. Zo'n man met zo'n vrouw. We komen de straat in lopen. En we zijn bijna bij huis. En er komt dus een auto vanuit een parkeerhaven op ons afgescheurd. Ik kon Frederik niet wegtrekken. Naar het ziekenhuis. Hij leeft nog. Als dit nou uw straat is, dan is hier mijn huis. Hier komen wij aangelopen en hier vandaan komt die wagen aangeschuurd. Het kenteken heeft u natuurlijk niet gezien. Ja, natuurlijk wel. Dat is altijd belangrijk, hè, dit soort zaken. Ik heb het maar in een flits gezien hoor, toen ik op de grond lag. GX. AZ. 228. Het zo! Kenteken aantrekken, doorgeven aan alle wagens, buurtonderzoek starten. En ik zorg ervoor dat er even iemand met u meegaat naar het ziekenhuis. Ja, ik heb dus liever dat u uitzoekt waarom dit allemaal gebeurt. Ja. Eerst op hem geschoten, daarna op hem ingereden. Dat moet hem wel hebben, de buurman van je, hè? Dat is mijn buurman niet. Cardozo, grote vriend. Ja. Wat heb je voor ons gevonden? De auto is vannacht gestolen en er is een flinke aanrijding mee geweest. Zie je nou wel? Ja, maar waarom? Die man is misschien gek, maar hij is compleet ongevaarlijk. Waarom moeten ze hem hebben?
Kan ook allemaal toeval zijn, toch? Zijn ze er geweest van de vingerafdrukken, dat soort gedoe? Hij wordt zo weggesleept naar de garage van de TR en daar gaan ze hem helemaal uitspitten. Toch een leuke zaak. Alleen met die rare buurman van je. Het is mijn buurman helemaal niet. Hij woont gewoon toevallig in dezelfde buurt. Het is ook helemaal geen zaak. Het is gewoon toeval. Het is gewoon een ongelooflijk toeval. Voel je een beetje schuldig omdat je hem niet helemaal serieus hebt genomen? Ja, jij bent dik. Cadeau zo. Handschoenen. Ik heb ze aan. Nou, doe dan eens wat. Pak dat dan. Winners. Kom eens kijken. Noem dat maar toeval. Hè? Er is nog weinig nieuws. Zou daarin komen. En ze weten niet of het nog goed komt. Nee. En nu? Wij hebben toch het idee dat je iets achterhoudt. Oh, nou geloven de heren in één keer wel. Nou, er bijna een dooi is gevallen. Dat heeft er even niks mee te maken. Oh nee? Van waar is interesse dan? Stel dat iemand het op jou gemunt heeft. Wie is dat dan en waarom? Dat heb ik je al verteld, dat weet ik niet! Man, dom er nou toch op! Je wordt niet zomaar vermoord! Heb je ruzie met de verkeerde? Doe je in drugs? Nee, natuurlijk niet! Wanneer is deze foto genomen, denk je? Geen idee. Echt niet? Nee, natuurlijk niet. Dat ben ik toch niet? Rot nou toch op! Je moet wel goed kijken, Grijpstra. Die man heeft een moedervlek, zijn haar zit heel anders. Hij zit net niet. Wat? Wat is er nou? Denken ze dat ik hem ben? En willen ze hem vermoorden? Oh god. En nu? We hebben geen flauw idee. Ze willen die man op de foto vermoorden. Alleen ze hebben de verkeerde voor zich. Dat is verdomd vervelend. Ja, nogal. Ze weten waar hij woont. Hij is nu in het ziekenhuis bij zijn vrouw. Die ligt daar in coma. Ja, zijn vrouw, ja. Die dame die gisteren is langs geweest. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Nee. Zij denkt dat zij de oorzaak is van die schietpartijen. Een uit de hand gelopen liefdesaffaire, begrijpt u? Dat had ik me bij haar kunnen voorstellen, ja. Het gaat niet om haar, het gaat ook niet om hem. Het gaat om iemand. Om iemand die we niet kennen. Nou, zoek maar uit wie het is. Oh, adjudant. Dat dossier van Grote Nipper, is dat al boven water? Het OM belt om het uur. Ja, daar zijn we hard mee bezig. Cardozo, hè? De bewaking is verscherpt. Er staat nu permanent uniformdienst bij Walter voor de deur. Heeft Cardozo die foto's nou al... Nee, de afdeling info is ook aan het zoeken. Nou, lekker makkelijk. Zoek uit wie het is. Ja, als je zo oud bent als de commissaris, dan hou je de zaken blijkbaar graag simpel. Nou, misschien prettig voor de commissaris, hè? Maar wij hebben er geen moer aan. Hier, een balletje. Pak de bal, hè. Pak de bal. Pak de bal. Pak de bal. Ja, je bent braaf. Ga maar zitten. Alsjeblieft. Ja, je bent braaf. Nou, bal kwijt. Heren, wat een eer. Wat zal het wezen? Nou, doet u mij maar een... Ik heb wel zin in een broodje... Pekelvlees. Oh, verrassing. Zo oud ben als ik, nou houden dingen graag simpel. En dat brengt me weer op Cardozo. Ik ben net een bellen. Ja, zeg maar even dat u de archieven doorloopt, want misschien kennen we die gozer van die foto. Maar kunnen we niet gewoon beter gelijk de publiciteit zoeken? Goed, foto in de krant, televisie? Nee, dat doen we pas ultimum remedium. Mooi. Martijn?
betekent op het allerlaatste moment. We hebben liever niet dat het publiek onze zaken oplost. Nee, precies. Dan lossen we het liever helemaal niet op. Quod licet Jovi, non licet Bovi. Zeg even tegen Cardozo dat hij moet... Cardozo, je moet even het een en ander nagaan bij je informanten. Misschien hebben ze een prijs op zijn hoofd gezet. Je hebt gehoord? Ja. Hoe is het met Frederik? Petje. Wat is dat voor broodje? Pekelvlees gezond. En wat is dan het verschil met pekelvlees ongezond? Twee plakjes tomaten en een euro. Ja, ik begrijp het. Ja, ga maar achter die foto aan. Toch liever ongezond. Ja, het verschil is nog steeds een euro. Moet hij niks? Of je niks moet. Ze liggen nog steeds in coma. Alleen door die lullige verwisseling, zo'n prachtige vrouw. Oh, als ze lelijk was geweest, dan was het niet erg. Hij hoeft niks. Wat? Verdomme, hoe kan dat? Waarom vragen ze hem na? Dat weet jij natuurlijk niet. Wie heeft informatie over hem opgevraagd? Wie? Wacht. Oké, wie? Nee, jij doet niks. Ik regel dit. Zo, hebben de heren lekker gegeten? Heerlijk. Jij ook. Moet jij dat cross- en nippendossier niet zoeken? Is er aan de hand? Kun je die tevreden grijns van je gezicht afhalen? Ta 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 ta. Cardozo, het is dat ik getrouwd ben. Goed werk, joh. Neem een kopje koffie van me. Het is een oudere foto, maar hij heet Willem Riemersma. Nog nooit ergens voor veroordeeld. Je hebt een bril nodig, jongen. 87, winkeldiefstal, fietsdiefstal, dat was het. Sindsdien is onze man een eerzame burger. Nou, dat heb ik een goed idee. Waarom vragen we hem niet zelf waarom we hem dood willen hebben? Ja, dat is wel een goed idee, maar hij is nergens te vinden. Huis staat leeg, telefoon wordt niet opgenomen. Zo, die Cardozo, die hebben we lekker bezig. Weet je misschien ook waar die werkt? Ja, hij heeft een administratiekantoor. Nou, dan gaan we daar even... Daar is hij al een week niet meer geweest. Ik had hem gebeld. Zeg, Cardozo, het is wel de bedoeling dat er ook nog iets voor ons te werken overblijft, hè? Heren! Grimberg, LRT. Het landelijk rechercheteam. Dat is de crème de la crème. Mag ik zitten? Ja, tuurlijk. Is er koffie? Zo. U wil meteen ter zake komen. Hetty, wil jij vandaag de koffie even? Goh, LRT. Jullie hebben navraag gedaan naar Willem Riemersma. Zo? Dat gaat snel. Ja, bij ons gaat er een vlaggetje omhoog als in de systemen naar bepaalde namen wordt gezocht. Een Cardozo heeft naar hem gezocht? Ja, klopt. Ben ik. Dat zijn wij. En wat moeten jullie van Riemersma? Wat moeten jullie van Riemersma? U denkt toch niet dat u zo'n vraag kan stellen op zo'n manier binnenkomen? En dat u denkt dat u dan nog antwoord krijgt ook? Ja, toch moet ik het weten. Ja, ik vind het een beetje een valse start, hoor. Meneer De Gier. Ja? Het is voor ons van het grootste belang om te weten wat jullie interesse is in Riemersma. Zou u mij daar misschien alsjeblieft iets meer over willen vertellen? Maar natuurlijk, meneer Van der Grimbergen, omdat u het zo vriendelijk vraagt. Deze foto die hebben wij gevonden in een auto na een moordaanslag. Ja, dat is Riemersma. Ja, dat weten wij nou ook. Maar waar is Riemersma? Die is veilig. Die hebben we ergens ondergebracht. Waarom?
Omdat hij een belangrijke getuige is. Waarvoor? Dat doet er niet dat toe. Dat doet er wel toe. In ieder geval zo belangrijk dat iemand hem wil laten vermoorden. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Kijkt u daar eens even naar. Verrek. Ja, heb je hem? Koek, koek. Die twee lijken spreken het op elkaar, dat is geestig. Geestig? Verdomme man, ze zit achter de verkeerde aan. Zijn vrouw ligt in coma. Ja. En wat moet ik daaraan doen? Nou, ik denk dat jij heel goed weet wat jij daaraan gaat doen. He, jij gaat lekker achterover op die gespierde reet van je zitten. En jij denkt, laat ze maar achter de verkeerde aangaan. He? Laat mijn getuigen maar buiten schot blijven. Letterlijk buiten schot blijven. Nou, laat ik het zo zeggen dat ik blij ben dat ze niet weten waar onze getuige is. Meer niet. Dat mag toch? Dus jij offert gewoon iemand op? Ik denk toch niet dat wij het leven van een onschuldige man op het spel zetten om een getuige uit de wind te houden. Ik ben nou toch hier? Tjug. Wie gaat het eigenlijk? Hè? Wie is nou de grote crimineel tegen wie Riemersma moet getuigen? Ja, dat kan ik je natuurlijk niet vertellen. Luister eens, Schettenbal, ik zal jou nog één keer... Inspecteur Grimberg, dat is lang geleden. Kan ik u misschien even spreken? Alleen? In mijn kantoor. Gaan jullie maar zo lang even naar... gevonden voorwerp. Lekker ding, zegt die Grimberg. Sukkel is het. Gaat over lijken, die man. Nou, wie zegt dat? Ik. Zeg, wat kom je doen? Grijpster is weer zijn dossier kwijt. En jij hebt je voor zijn karretje laten spannen. Ja. Dossier in grosse nipper. Weet je waar het ligt? Nee. Maar zodra ik het vind, ben jij de eerste die het hoort. Oké. Okay. Oh, adjudant? Zeg het eens, heet je. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij waren jullie hier naar op zoek. Ah, grosse nipper. Grosse nipper. Dat is wat Kruipstra zo braucht. Hetty had mijn grosse nipper. Ja. U moet begrijpen dat we bezig zijn met een belangrijke operatie. We staan op het punt een van de grote jongens te verrassen met een aanklacht. En daarvoor is Riemersma als getuige onmisbaar. Dat begrijp ik je. Nou, dan zult u ook begrijpen dat ik de hele operatie niet ben op te blazen door namen te noemen. We hebben echt nog even meer tijd nodig. Ja, maar we zullen toch iemand moeten waarschuwen dat ze achter de verkeerde aan zitten. Als dat gebeurt, is de vogel gevlogen. Maar ik sta erop. Geweldig. En als het moet, lek ik dit naar de pers. Mijn reet! Dit is een operatie van de hoofdofficier. Als je dit lekt, kost het je kop, man. De hoofdofficier, ja. Alex Taverne. We hebben samen nog in Nieuw-Guinea gevochten. Weet je hoe dat was, Grimberg? Als je samen de jungle introk, moest je op elkaar kunnen vertrouwen. Je moest de rijen sluiten. Want als je dat niet deed, dan kwam je de jungle niet uit. Ik laat geen onschuldige burger overhoop schieten voor jouw operatie. En Taverne ook niet. Die is niet gek. En weet je wat er dan gebeurt, Grimberg? Dan sluiten wij de rijen. En dan kom jij de jungle niet meer uit.
Straks treft er iemand voor niks. Ja, Het gaat over Elbersen. Oh. Fijn dat het gevonden is. Zal ik dan zelf het OM maar even bellen en een koerier laten komen? Frits Elbersen? Ja. Nou, dan zitten we gelijk aan de top. Het OM wil hem pakken op belastingfraude. En Riemersma is een belangrijke getuige. Elbersen wil hem dus uit de weg laten ruimen. Ja, maar als wij Elbersen bellen en zeggen dat hij achter de verkeerde aan zit, dan smeert hij hem. Toch is dat precies wat we gaan doen. Via mijn contact zal ik trachten Elbersen te bereiken. En in de tussentijd moeten jullie ervoor zorgen dat Walter Steeman in leven blijft. En als het inderdaad Elbersen is die een prijs op zijn hoofd heeft gezet, dan is een uniformwagen voor zijn deur niet voldoende. Ja. 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 Nee. Maar dat kunt u niet maken. Nee, u heeft de verkeerde. Ja, oké. Okay. Nee, ik zei oké. Okay. Ja. Oké. Okay. We zitten bij de oude staalfabriek. Ook simpel. Als je niet bij je slachtoffer kan komen, laat je je slachtoffer naar jou toe komen.
Schutter zit buiten. Grijp ze, zit daar. Versterking is onderweg. Ja. Ja. Hou even wat omhoog. Ja, sodemiet erop. Ja. Ja. Heb je nou je zin? Ja. Warm voor die onzin. Waarom wachten die eikels niet op backup? Kankerlijn. Die staat rechts. Hier is vrij links. Laat je zien, laat je wapen vallen. Laat vallen, je kan geen kant op. Willen we wel? Met zo'n mooie gijzelaar. Ja. Je hebt hem toch wel? Ja, ik heb hem, Walter. Ja, dankjewel. Oké. Bedankt. Frederik is bijgekomen. Mooi. Heeft die Walter niet voor niets de held uitgehangen? Ja, hij kon niet anders. Ze stonden bij zijn vrouw in het ziekenhuis. Oh, denk jij dat? Nee, natuurlijk niet. Maar hij ging er als een blind op af. Liever zijn leven dan dat van Frederik. Onvoorwaardelijke liefde. Eigenlijk wel mooi. Ja. Een romanticus. Mazzelpik. We hadden hem wel ineens schot te pakken. Hm? Ik wist helemaal niet dat jij zo goed kon schieten. Nee, ik ook niet. Je hebt wel eens een bril nodig. Ja, ik mikte op Cardozo. Goedemorgen. Meneer De Gier. Oh, nee. Ik moet even met u praten. Alweer? Kan ik even binnenkomen? Nee, het begint langzaam aan het spuugzat te worden.
koffie gehad, man. Gelijk ga zeik in mijn kop. Ik had nog geen koffie gehad, ik had nog geen ontbijt gehad, ik had nog geen krant gezien. Ik had nog een onderbroek aan. Ja, rustig maar, situatie is duidelijk. He? Ga even zitten, neem een kopje koffie. Allemaal veel te warm voor die onzin. Er woont een of andere gek bij mij in de buurt. Die heeft ontdekt dat ik bij de politie werk en nu staat hij om de havenklap bij mij voor de deur met weer een of ander spookverhaal. Ja, Rinus, politie is er voor iedereen, hè? Ook voor de buren. En weet jij waar dat Grosse Nipper dossier ligt? Wat? Grosse Nipper. Grosse Nipper? Dat jij toch? Ja. Is kwijt, maar de officier moet het hebben. Mooi klusje voor cadeau zo. Meneer de Gier. Oh nee. Meneer, komt u binnen, hè? Nee, gaat u zitten? Nee. Kopje koffie? Alsjeblieft. U kent Brigadier de Gier? Ja, nee. Ja, nee? Ah, maakt het uit, hè? Zeg het eens, wat kunnen wij voor u doen? Men probeert mij dus te vermoorden, hè? Zo. Hoor je dat, Rinus? Dat klinkt ernstig. Ja, nou ja, dat is het dan ook, hè? Ja. Er is dus een aanslag op me gepleegd. Ja. Ik heb dus het idee dat mijn huis in de gaten gehouden wordt, hè? En er zit dus een kogelgat in de muur. En dat zat er gisteren nog niet. Er zit een kogelgat in mijn muur en er zit een kogel in mijn raam. Ja. En zou ik even van het toilet gebruik mogen maken? Spanning, begrijpt u? Tuurlijk. Dat is hier op het einde van de gang en dan links. En dan komen wij zo met u mee. Die lul die is hartstikke gestoord. Ja, laat mij ook eens een dagje lachen. Het is veel te warm om serieus werk te gaan doen. Nee. Oh. Oh, oh, meneer, oh, 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 u moet hier linksaf op het einde van de gang. He? Einde van de gang. Als we dit serieus nemen, dan raak ik hem niet meer kwijt. En wie zegt dat ik dit serieus neem? He? Kom op, ik kan cadeaus naar het dossier spitten. Kijk, ziet u? U zat er gisteravond nog niet? Maar ik stond in de kamer en ik hoor een knal. Ja. Ja, en daar is het dus ook een gat. Nou ja, dat hebben we van buiten naar binnen geschoten, hè? Vanaf de straat. Ja, op mij dus. Het kan natuurlijk ook een ongelukje geweest zijn. Pardon, een ongelukje. Ik stond hier. Kijk, ze hebben gericht op me geschoten. Kijk dan, op mijn hoofd geschoten. Kijk dan. Woont u hier alleen? Ik ben getrouwd. Mijn vrouw is naar de werkers. Straks gebeurt er iets als ze thuis is. Dus u was alleen toen het gebeurde? Ja, maar ze weet er wel van, hoor. Is er iemand die u kwaad zou willen doen, die boos op u is? Boos op mij? Nee. Verder gebeuren er ook nooit gekke dingen. Nee. En nu? TR. TR? Technische recherche, die kan me alles onderzoeken. Prima. Dus ik hoor nog van u. Van hem? Ja, prima.
Ik hoop dat het een beetje snel kan. Ja. Die man is gestoord. Oh, hij is anders. Ja, dat had er wel een kogel gehad. Ja. Misschien zat het er al heel lang. Misschien had hij het zelf wel gedaan. Ja. Hé, hey, kleine krullenbol van me. Heren, goedemorgen. Ik heb waar jullie om gevraagd hebben... Ah, grosse nipper. Nee, dat heb ik nog niet. Walter Steeman even nagetrokken. Die man komt nergens voor. Ja, in het bevolkingsregister, maar... Ontsnapte de gesticht? Ook niet. En zijn vrouw? Ja, hetzelfde. Niet zo bekend. Weet je wat? We wachten gewoon even af wat de TR te melden heeft. Het kan van alles zijn. Burenruzie, een paar opgeschoten jongeren. Hele domme boef. Oeps, schiet op het raam. Hier. Ja, dat kan. Ja, alles kan. Cadeau zo. Kom eens bij de baas. Grosse nipper. Zit iemand voor jullie in verhoor 2? Nee, het nu even niet. Druk. Concentratie en het is warm. Ja, het is hartstikke warm. Weet je wat? Blijf maar lekker zitten. Hè? Ga ik even langs voor. Nee. We hebben een kopje koffie, een stukje taart erbij. Hartstikke lekker. Ik heb er namelijk nooit van. Hé, als ik iets voor jullie kan doen, ik heb hier, hè, achter mijn bureautje. Iets kopiëren of zo, maar niet uit. Ik heb alle tijd. Hè? Of iets liever. Een nieuwe Guinea is op ons heet. Ja, ze hadden op zijn minst een tropenkostuum in haar gehad of zo. Met zo'n netje erop. Ik ben Frederik Steeman. Ik geloof dat jullie mijn man gesproken hebben. Walter. Walter Steeman is uw man? Ja. Waarom? Waarom hij mijn man is? Ja. Nee. Nee, hij zei dat u op uw werk was. Waarom bent u dan nu hier? Dat lijkt me duidelijk. Er is op mijn man en mij geschoten. We begrepen van Walter dat u het nu wel serieus neemt. Ja, natuurlijk. We nemen het wel serieus, alleen... wij begrijpen maar niet waarom nou juist uw man wordt beschoten. Misschien kan ik er een antwoord op geven. Vergt alleen wel enige discretie. U heeft geluk. Wat u treft de twee meest discrete rechercheurs van het hele korps. Ik kwam een tijdje geleden een man tegen. Een feestje. En u keek elkaar aan en u was meteen verliefd. Nee. Zeker niet. Het was geen liefde. Het was gewoon lust. Het was sterker dan onszelf. Het was geweldig. Maar genoeg voor één keer. Ik heb geen behoefte aan een affaire. En wat heeft dat met die kogelgaten te maken? Deze man, Geime, is nogal... gepassioneerd. Hij komt uit Zuid-Amerika. Hij heeft een opvliegend karakter, ja. Hij was hier gestationeerd door zijn bedrijf. Hij kon mij maar niet met rust laten. Hij bleef hem maar achtervolgen, zocht steeds contact. En u had geen zin meer? U wilde niet meer? Natuurlijk niet. Ik wil Walter niet kwijt. Dat heb ik ruim vorige week maar eens definitief duidelijk gemaakt. Hij was des duivels. En u acht hem in staat om uw huis te beschieten? Oh, absoluut. Ja, misschien niet direct om ook echt iemand te raken. Maar wel om zo goed op mij af te reageren. Nou, dan moeten we die meneer maar eens wat vragen gaan stellen. Discreet. Het zou moeilijk gaan. Hij is vanochtend naar Zuid-Amerika vertrokken. Teruggeroepen door zijn bedrijf. En ik vermoed dat met zijn vertrek ook de problemen zijn verdwenen. Oh, dan moet dat alleen nog even worden gecheckt en dan... Uiteraard. Ik heb zijn naam... en zijn vluchtnummer genoteerd. Ik heb hier geen spijt van. Het kan ons allemaal overkomen.
Maar ik ben wel blij dat Gijmer weg is. Ik hou van mijn man. Brutaal. Ik vond het wel mooi zoals ze dat zei. Het was geen liefde. Het was gewoon lust. Het was sterker dan ons. Schijn ook eruit, man. Ze wilde gewoon iets wilders dan die Walter. Jij hebt geen gevoel voor romantiek. Ik ben een realist. Ik ga nou weer aan het werk. Om een heleboel dingen navragen. Cardozo!